Trainer, sorry dat ik interview ga doen. Oh. Ga je mee? Sorry. Ja, loop je mee? Ja, dankjewel. Oh. Kom mevrouw, geduld mee? Nee. Ga je lopen? Nee. Nee, dat moet ik. Oh, heerlijk. Ja jongens, de lente begint weer. De lente-rebellie. Dit is de start van een week vol protesten en demonstraties voor een betere wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, dag. Hallo. Is dit je eerste keer demonstreren? Nee, dat klopt. Dit jaar? Ja, dit is mijn eerste keer. Lekker. Ja. En de lente breekt aan, morgen weer? Ik heb morgen werk te doen. Oh, oké. Okay. Ja. Je doet alsof het een feestje is, maar niemand doet dit voor zijn lol. De sfeer zit er lekker in. Tuurlijk. We zijn dan solidair met elkaar. Lekker feestelijk wapperen. Kijk eens aan. Jullie doen zelf altijd alsof het ook een hele feestelijke sfeer is, toch? Ja, Extinction Rebellion en Animal Rebellion. Ja, het is zo voor de positieve tonen. Het is toch wel aan de positieve kant? Ja. Mag ik toch ook vanaf de positieve kant denken? Ja, toch? Ja, het ziet er feestelijk uit, maar het is een serieus onderwerp. Hè? Ja, zeker. We zijn niet lekker aan het demonstreren. We doen dit omdat het een noodzaak is. Omdat we in een ecologische en een klimaatcrisis zitten. Ja, maar dan kan ik toch wel op een leuke manier jullie vragen stellen. Ja, je kan zeker op een leuke manier vragen stellen. Alleen, het is toch niet dat je doet echt net alsof we naar een festival gaan. Ja, maar jij doet alsof het echt het einde van de wereld is aangebroken. We zijn toch keihard met z'n allen bezig. Het is toch leuk dat jullie hier ook lekker kunnen rondwandelen, vrij door de stad kunnen gaan en kunnen zeggen wat jullie vinden, toch? Leven in een mooie democratie. Is toch mooi? Ja, toch? Maar we missen transparantie eigenlijk. Ik heb geen idee wat de exacte plannen zijn. Oh, en jij vraagt of mensen een beetje wat transparanter kunnen zijn. En zelf laat je mij hier met allemaal vraagtekens wat jullie gaan doen. Terwijl jij donders goed weet wat er gaat gebeuren. Nee, ik weet het echt niet. Ik ben 100% eerlijk. Ja. Ik weet echt niet wat hier gaat gebeuren. En jij zit hier ook te lachen. Ik heb heel misschien een idee, maar ik ga niks zeggen. Ja, wij zijn een beetje op zoek naar transparantie hier. Transparantie? Ja. Oké. Okay. Dus jullie toch ook? Jullie hebben ook meer transparantheid? Ja, eerlijkheid inderdaad. Ja. En wat gaan jullie vandaag nog doen? Ja, ik weet het niet. Als kom mensen... op, nou man, kom op. Je moet ook zelf keihard lachen. Dit is toch oneerlijk wat je aan het doen bent? Nee, ik moet een beetje lachen op jou, omdat je heel grappig... Dit is weer een lief verhaal. Heel grappig op mij, omdat je een beetje loopt te teasen. Nee, ik weet het oprecht niet. Maar kijk, ik kan wel vertellen wat ik leuk vind om te gaan doen. Ga je weer een weg blokkeren? Nou, wie weet. Ik zou het best leuk vinden. Kijk eens aan. Wat is slecht voor je? Jij hebt vandaag ook even lopen demonstreren? Nee man, wat voor demonstreren man? Nee? Nee, ik woon lekker hier toch? Jij hebt vanaf je balkonnetje zitten kijken? Ja, ik zat te kijken, ik zie opeens wat gereld man in de ochtend. Ik denk, wat is dit man? Het petje past ook bij de plopkapje. Heb je er vandaag weer op gekleed? Ik had je nog geappt, waar je was? Ja, ik zag het. Had je niet gereageerd? Ik had het in mijn story gepost, dus je had het kunnen zien als je wil. Oh, wat goed. Ja. Leuk, maar niet op mij gereageerd. Nee, ik was ook even bezig hier met mensen proberen te interviewen. Vind jij het ook belangrijk en goed dat we dit doen? Nou ja, we staan hier namelijk ook voor jou. Ja, en ik sta hier voor jullie. Ja. Dus zo doen we alles wat we voor elkaar. Zeker, zeker. Heb je zin in deze week? Ja, zeker. Toch? Ja, zeker. Het wordt een leuke week. Zeker, 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 zeker. En ga je ook in Amsterdam blijven of ga je op veel meerdere plekken staan? Het idee is dat we wel ook nationaal, landelijk overal actie gaan voeren. Nu op dit moment. Rotterdam, Tilburg, Utrecht, gebeurt allemaal. Nu. Kijk eens aan. In Utrecht is nu iedereen al gearresteerd. En in Rotterdam zijn ze ook bezig. Ik denk dat er morgen ook wel wat dingen gaan gebeuren en zondag. Ja. Maar zondag denk ik niet heel spectaculair of zo. Herken je me nog in Den Haag? Ik had een maskertje op en een varkensdingetje hier zo. Ja. Dan ga ik nog met ons mee komen. Wij, ik ook? Zeker. Oh, kijk eens aan. De laatste der... toch nog een beetje feest. De laatste der Mohikanen. Ja. Ga jij straks ook meegenomen worden? Ik ga ook het busje in. Als je echt nog langer je punt wil maken, kun je ook nu naar Leidseplein. Daar wordt ook gedemonstreerd. Trainer, sorry dat ik je interview ga doen. Oh. Ga je mee? Sorry. Ja, loop je mee? Ja, top, dankjewel. Oh. Kom mevrouw, geduld mee? Nee. Ga je lopen? Nee. Nee, dat moet ik. Zo. Ho, 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 ho. Nou ja, in ieder geval kan nu wel het verkeerde weer langs, maar het feestje is wel vervroegd opgehouden in ieder geval. Kijk, ik begrijp een actie wel, weet je. Ik snap het wel. Het gaat om de klimaat, maar ik denk dat je niet in Amsterdam moet gaan demonstreren, toch? Ga naar Shell of naar Texaco of zo, demonstreer daar. Of ga naar Washington DC, weet je. Demonstreer daar. Wat moet Nederland op een planeet van 7 miljard inwoners met 15 of 17 miljoen inwoners kunnen veranderen, toch? Ja, goed, wij als Europa zouden natuurlijk wel wat kunnen doen, maar volgens mij zijn we er al mee bezig. Ja, Europa is wel hartstikke goed bezig, maar als je naar de derde wereldlanden kijkt, weet je, die verkloot het allemaal. Kan je beter naar Beijing gaan, toch? Om te demonstreren, weet je, zo. Wat je doet.
Een zonnepaneeltje meer of meer hier maakt niet zoveel uit. Zonder ballonnetje rijden. Pinda's. Hallo, pinda's. Ja. Ja, lekker. Zijn ze wel biologisch? Nee, ik heb ze van iemand gekregen. Nou ja, goed dan. Prima. Ik zie het door de vingers. Doei. We gaan er vandoor. Ja, fijne dag. Bedankt voor het komen weer, hè. Nou, tot morgen of overmorgen misschien. Ja. Kijk snel weer. Ja. Je kan altijd beter een onderzoekende houding aannemen dan een oordelende houding. En daarom zijn we toch elke keer weer bij onze favoriete demonstratie.